Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef maar vast een duimpje omhoog en veel plezier met kijken. Ook. Kijk. Waar kijkt naar Verona? Kijk, zo, waar kijkt Verona naar? Naar Chris, want wat heeft Chris? Het eten. Kijk. Oh, heel veel eten zelfs. Ja. En Verona denkt, je schiet niet op. Kan dit niet sneller? Hey, mijn vinger zat er ook nog tussen. Heden is het gebeurd. Kim heeft gewonnen. In de M1, bijna goed. Met 100. 100. 184 en 190. Ik bedoel maar, de trotse moeder. We gaan eens even naar de protocollen kijken. Nee, ja, dat is echt heel erg safe. Kijk, beker erbij. En vooral nog even de rosetjes lenen van Henja. En daar komt Naomi in beeld en die denkt, ik wil niet. Vandaag gaat Kim mijn paard eventjes vlechten voor me, dus dat is super lief. Ze zou eigenlijk een video gaan maken, maar dat gaat ze morgen doen, zegt ze. Ze heeft wel mijn laarzen ook aan. Tenminste, de laarzen die ik graag wil hebben. Kijk dan hoe mooi. Dit zijn echt... Dit zijn zulke mooie laarzen, jongens. We horen eigenlijk nog blinkgespel. Ja, ik weet het. Maar die kleur alleen al. Er is er even in de auto gevallen tussen de... Ja, tussen de versnelling. Oh, plus, okay. Ze zijn niet zo schoon. Oké, okay, maar het zijn wel mooie laarzen. En daar hebben we Tess. Die is bezig met ons kleine welletje. Naomi, die vlucht gewoon uit beeld. Kijk, daar is ze! Oeh, gauw weg. En Tess even aan het vlechten, want die moet er eigenlijk al bijna op zitten. Ja. Ben je klaar voor pony? Vast wel, hè. Tess heeft wedstrijd. Kijk, daar is ze met het bellekind. Hallo. Bel, die rennen net weg, want mijn moeder aan het zingen was. Ik vond dat ik heel mooi aan het zingen was. En toen moest ik een boekje halen. Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat ik vandaag dus niet kan filmen. En waarom niet? Christine heeft me in de steek gelaten. En Kim ook. Christine en Kim zijn gewoon naar huis gegaan. Oh. Gewoon weg. Maar ja, we waren hier vanmorgen om 9 uur en Tess hoeft was om 4:15 en ik moet om 6 uur. Dus ik snap het ook wel een beetje. Ja. Neem niet weg, ze hebben ons gewoon in de steek gelaten. Ja. Oh, dat betekent ook dat ik dus niet kan filmen tijdens het proefje rijden van Tess en ook niet van mezelf. Nee. Maar goed, dat geeft niet. Dan kan ik filmen. Ja, dat is waar, maar goed. We hebben al zoveel video's erover. Ja, zo. Het is natuurlijk via zoveel als de wedstrijd. Vandaag is de dag. Rick is aan het oefenen. Om te rijden met een trailer achter ons. We hebben de kleine trailer van Christine. En ja, het is natuurlijk even anders, hè? Dan gewoon. Dus dan moet hij even oefenen, want we gaan natuurlijk naar Indoor Brabant. Vandaag is maandag, oefendag. Vandaag is dinsdag en ik heb gevonden in de bak 2 meisjes op 2 ponnetjes. We zijn nu even groot. Ik ga eens even checken of dat echt zo is. Nou, het spijt me, maar... Het is wel een klein stukje. Vera is een hele kop groter dan jij nu. Nee, nu niet meer. Maar... Het was niet een hele kop. Ja, echt. Als ze naast elkaar, je kan strak op de video terugzien. Oké, het scheelt net geen kop. Het scheelt een hele kop. Het scheelt een cap. Het scheelt een cap. Oké, weet jij weer. Maar goed, we zijn in de bak. Met, ik kan eindelijk zijn naam uitspreken en onthouden, Tirano en Vera en Bella en Tessa natuurlijk. Roze en blauw. Penny en... Ja, wat ben jij dan? Penny blauw en Penny roze ofzo. Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik die neusriem van Tirano wel echt... Die is shiny, jongens. 4 centimeter en dan was je een paard, Tirano. Ben je gewoon een mislukt paard of ben je een mislukte pony? Mislukte pony. Check dit al. Ja, maak je geen zorgen, want Bella is ook een mislukte pony. Want die had sowieso al geen vos mogen zijn en ze is te groot. Ja. Dat verhaal gaan we nog een keer vertellen, Tess. Ja. Ja. Maar we zijn erachter gekomen, het is een mislukte pony. Ja. Gaan jullie nog rijden of blijven jullie gewoon zo staan? Oh ja. Ah ja hoor, oké. Okay. Nou, daar gaan ze. Jullie kunnen ook om mij heen rijden. Ja. Nou, daar gaan ze. Oh, dan kan ik ze niet allebei tegelijk filmen, want ze gaan allebei aan de andere kant eromheen. Daar gaan ze hoor. Daar gaan ze. Oh, paard heeft jeuk inmiddels. Mag toch niet, Verona? Daar gaan ze.
Ik heb een nieuwe telefoon, dus als het goed is zien jullie alles nog scherper en nog beter. Ik heb alleen nu even niet mijn microfoontje erin, want er is hier toch geen wind. Maar met microfoon is het wel nog beter, dat is dan wel weer zo. En wel een handje. Ja, kijk, ze is ingeschoren. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken. En ik heb hik. Nee, nou, zij heeft hik. Kom nog, YouTube. Zo, Verona is kopmoe. Kijk, we hebben hard gewerkt. We moesten even oefenen. Gewoon voor het oefenen. Maar ondertussen hebben de dames geruild. Ze hebben Tess op Tirano. En Vera Bella. Dat is dan wel weer een soort... Even keer andersom. Even komen aan de andere kant, jongens. Moet even wachten. Nou, daar gaan ze hoor. Kom, kom op, Veer. Wil Bel niet meer? Oh. Bel heeft er geen zin meer in. Oké. Okay. Goed. Volgens mij gaan ze iets van draven doen of zo. Ik weet het niet. Bel denkt, nou, je zoekt het maar uit, Vera. Met je handjes naar voren, Veer, dan gaat het al makkelijker. Ja, Veer, dat is een andere koek, hè? Ja, maar het is zo klein. Het is een miniatuurpony, dit. Ja. Is wat je noemt een Barbiepony. Jij hebt een echte pony. Kijk, komt er voorbij gescheurd, die echte pony. Eeuw. Zo, ze gaan naast elkaar gaan ze uitstappen, jongens. Naast elkaar. Minder. Super gaaf moment. Vroontje gaat mee. Wij zijn natuurlijk ook wel op het horse event al geweest. Maar toch ergens voelde het gewoon heerlijk dat we nu weer naar buiten af kunnen. Ja. Dus dan gaan we naar Teteringen waar we proefkonijn mogen zijn. Ja, dan ben ik vandaag Groen. Groen Tessa. Woehoe. Nou, gaan we naar de trailer. Kom. Zo, lekker de trailer op. Kijk of dat lukt met Tessa in één keer. Doorlopen. Oké. Ik denk dat ik aan de pas moet komen. Oh ja, hoeft niet. Gaat af. Net als ik zeg, ik ga me er mee bemoeien. Dan denk ik, nou oké, dan ga ik wel. Daar staat ik dan. Zo, daar zijn we dan. We zijn in Teteringen. Bij de zuurstel Jaswars. En vandaag ben ik proefkonijn voor de kliniekgevers. Ik voel me ook een proefkonijn. Het is dus echt even ik die door moet. Ah. Ik overleef het wel, denk ik. Ilse, moet heel streng zijn. Ilse, Rebecca, ik heb een heel goed idee. Oh ja, wat dan? Nou, ik denk dat jij maar proefkonijn moet worden voor de kliniek. Okay. Heel streng zijn graag, ja. Heel streng zijn, echt gevraagd. De familie. De familie zelfs. Familie. Jouw familie. Ja, nee, ik snap hem. Die is ook heel streng tegen mij, dus ja, daar word ik ook wel eens bang van. Ja, oké, dan maar. Maar ook open rolschrijven zoals je dat doet, wil ik graag gewoon even zien. Dat maakt heel even uit. Wat is het ook? Oh, ja, echt, ga ik ook vanuit doen. Ze dus moeten echt even is ook heel belangrijk. Warm worden en even een dingetje doen. Ja. En even alle dingetjes kwijtraken en dan pas kan ze lopen. Ja. De voetjes van Tessa. Maar je hoort waar je naar doet. Wat denk je? Hallo! Nou, als hij direct lekker voorwaarts draaft en hij voelt weer een beetje mooi neerwaarts aan, waar je al een paar keer goed gevoeld hebt, dan ga je dat gevoel, wat goed aanvoelt, ga je gebruiken om weer te gaan stappen. En dan als je gaat stappen, wil je alleen maar vooruit. Klinkt heel gek wat ik nou zeg. Ja, dat wordt goed.
Ja, goed zo. Kijk, die gaat jou mooi naar beneden. Kijk nog een beetje. Ja, goed gereden hoor. Ja, blijft goed in de impuls, hè. En super zo, hè. Lekker actief, hè. Is goed hoor. Wij zijn even aan het oefenen voor Indo-Brabant. Dan moeten wij namelijk interviews afnemen. En Tessa die begint. Nou, stel van. Wat gaat het met u? Zo, ik zie Oké, take two. Oké, probeer maar. Oké, hoe gaat het met u vandaag? Supergoed. We zijn bij Roos vandaag. We hebben les, tenminste ik niet. Kim en Tessa heeft les. Met de ponnetjes. We zijn er helemaal klaar voor. Maar ze zijn een beetje vroeg, want we schoten op in het verkeer, ondanks dat het druk leek. Naar voren. En als je nou stuitert, probeer dan eens zelf iets meer je trapbeweging te maken. Weet je nog hoe we dat op de bal... Ja, zo ja. Weet je nog hoe we dat op de bal deden? Ja. Ja, en doe je handen maar naar voren. Dus je pony lekker met zijn hoofd naar beneden kan. Ja, super. Voel je dat als zijn hoofd laag is, dat je lekker er kan zitten? Ja, nu even niet. Ja. Maar ja, die stokjes onder je kont en je schouders worden er los van. Ja, goed zo. Ja, zijn hele galop is mooier drietakt, hè? Ja. Voel je dat, dat die rollen er is in plaats van vlak? Ja. Nee. Ik weet niet. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Vond je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren op ons kanaal. Dus tot morgen. Doeg!